Ja, en dan zijn we hier op de disco-zolder van DJ Melanie. Maar stel jezelf even wat uitgebreider voor. Ja, welkom op mijn disco-zolder inderdaad. Mijn naam is DJ Melanie. Ik ben begonnen in het jaar 2000 met het draaien van platen en vooral disco. Ik ben begonnen met disco en daar ben ik eigenlijk nooit vanaf gestapt. Eerste discotheek in dat jaar was Dansen bij Jansen op de dinsdagavond. En ja, heel veel leuke dingen gedaan, zo'n 10 jaar gedraaid. Ik heb wel een pauze gehad van ruim 8 jaar en sinds 4 jaar heb ik de draad, nee, de naald weer opgepakt. Ah, kijk eens aan. Nou, daar zijn we sowieso heel blij om dat je dat gedaan hebt, Ja, die naald weer veel plezier. opgepakt. Ja, hey, en ik zie dat je ook digitaal draait, maar wanneer is nou de laatste keer geweest dat je een Final Only set hebt gedraaid? Ja, dit is 2 weken geleden geweest op een bruiloft in Rotterdam. En die mensen vonden het wel heel erg leuk om een vinyl-dj te hebben. Dus nog maar 2 weken geleden. Kijk, dat zit nog vers in de vingers. Ja. Hey, en ja, ik zie ook allemaal platen achter je staan, uitgebreide collectie. Ja. Is er nou voor jou één vinylplaat, ja, die echt gewoon bovenaan staat of vaak meegaat? Moet je kiezen, hè? Nou ja, ik moet even laten zien. Dit was mijn allereerste plaat. Ik ben heel erg Shuffle Counter. En ik denk dat ik dan toch wel deze kies als, ja, favo, all-time. Ja, waar ik ook goede herinneringen aan heb. Wat gewoon altijd heerlijk is om op te zetten. En ja. Als ik er dan eentje moet kiezen, dan doen we die. Stevie Wonder, heel goed. Ja, misschien niet heel En verrassend, maar ja. Ik is toch wel mijn favoriet. ja, mooi. Dankjewel voor het delen. En heb je nog een plaat op je verlanglijstje staan bovenaan? Dat je zegt, nou, Nou die hoort echt in mijn collectie, maar het is nog steeds niet gelukt. ja. Nou, ik zal je vertellen. Er zijn een keer platen gejat. Een paar jaar geleden zijn er een aantal platen van mij gejat. En een daarvan is Oliver Cheatman met Countdown Saturday Night. Ja, en die kan gewoon niet ontbreken. En ik vergeet soms dat ik hem niet meer heb, omdat hij dus gejat is. Dus die moet ik echt weer opnieuw gaan kopen. Dat is gewoon, ja, die is onmisbaar in mijn collectie. Ja, dat is wel een echte classic natuurlijk. Ja. En ook een man die al heel lang meegaat. En nog steeds volgens mij. Ja. En ja, jeetje, wat een verhaal. Het is niet leuk om op zo'n manier je collectie uit te dunnen, nee. Nee, nee, je hebt ze ertussen. Ja, even een Ja. onbewaakt moment en er worden gewoon platen uit je tas gejat. Bizar. Ja. En ja, op een positieve noot. 19 oktober gaan we weer los met de derde editie van de ADE Random Vinyl Marathon. En jij bent er voor de tweede keer alweer bij, hè? Superleuk. Vorig jaar was het met piepende banden dat je arriveerde voor je set. Maar Ja. voor degene, voor degene die dat gemist hebben, wat kunnen we nou verwachten van een 90 minuten vinyl set van DJ Melanie? Nou, uiteraard de disco. Toch ook wel funk. Wie weet ook wel wat oldschool hip-hop. Misschien wel wat jaren 90 house. Zoiets. Het gaat een leuke mengelmoes worden van in ieder geval old school. En ik doe ook nog back-to-back met DJ Semo. Dus een uurtje zelf en een uurtje met hem. En ja, dan gaan we ook maar eens kijken wat hij mee heeft, wat ik mee heb. En dan gaan we dat dus gewoon lekker door elkaar draaien. Ja, dat is altijd spannend. Dat is leuk. Ja, leuk idee dat jullie dat gaan doen zo. En de 3 uren dan op die manier verdelen. Nou, wij kijken er heel erg naar uit. Ik ben heel dankbaar dat je er weer bij bent. Dankjewel. En we gaan je zien op donderdag 19, nee, woensdag 19 oktober. Hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in. Tot dan. Tot dan.